Er zijn dagen dat ik een fantastische dag heb. Dat ik helemaal zen ben. Echt gewoon nul op de schaal van frustratie. Ik ben zo kalm als een Dalai Lama die juist is gepijpt. Gewoon echt volledig goed. Ik ben goed, mijn dag is goed. Niks kan dat verkloten. En dan moet er maar één auto voorbij komen met van die plastieke wimpers op de koplampen. En direct ben ik terug kwaad op iets. Is dat gewoon, ben ik terug kwaad. En dan moet ik ook altijd even stoppen voor naar die auto te kijken. En dan moet ik altijd even denken, van, wat is uw punt, Cindy? Waar zijn we mee bezig? Waar zijn we naar onderweg? Is dat schattig? Is uw auto een persoon? Is het nu leuker als je zoiets een fietser aanrijdt omdat je een dode ook niet hebt gecheckt? Waar zijn we hier mee bezig? Dat is ook totaal overbodige communicatie, die wimpers. Want je ziet dat alleen op een Mini of een Fiat 500. Moet er maar eens op letten. Dat zijn de enige twee auto's waar dat op staat. Dus je rijdt al rond met een auto die langs alle kanten uitschreeuwt. Ik ben een trut. Die wimpers zijn niet meer nodig voor je punt er nog bij op te leggen. Zo, je punt is gemaakt met een auto.